Bert. Hoi, Ernie. Ben je aan het doen, Bert? Niks. Zit je nou weer te spelen met je paperclips, Bert? Nou, en mag ik, ja? Dat doe je elke dag, hè? Weet je dat? Ja, dat geeft toch niet? Nou, dat geeft niks, hoor. Lijkt mij een beetje saai, maar als jij het leuk vindt, ga er maar lekker mee door, Bert. Oké, Bert. Veel plezier met je paperclips, Bert. Ernie, jij snapt er ook niks van. Kijk je wel eens goed naar een paperclip? Niet lang, zeg maar 3 kwartier. Wist je dat een paperclip zich vast kan klemmen aan elke kleur papier? Weet je wel genoeg over paperclips en hoe zwaar ze eigenlijk zijn? Ja, paperclips die klemmen op je vinger, maar toch doen ze helemaal geen pijn. De wereld is vol mooie dingen. Mooi vinden, daar is niks aan. Makkelijk is een zonsopgang. Makkelijk vind ik de maan. Maar kijk je wel eens goed naar een paperclip. Een draad in een krul en klaar. Hoe hebben ze die draad zo mooi kunnen buigen? Hoe krijgen ze het voor mekaar? Sta een keertje stil bij een paperclip. Een uur of pakweg 3 kwartier. En voor je het weet spaar je paperclips. Ja, voor je plezier. Hoi, Bert. Weet je, ik zie paperclips nu toch ineens heel anders dan eerst. Mooi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30... Kom binnen. Je moet nu je honkbalpet opzetten. Goed zo. Kalm een beetje aan. Luidjes. Rustig. Stop, stop, stop. Ja, ja. Prima. Let op. Zeg, luister. Want er is een probleem. Kijk, jullie zijn met z'n drieën, hè? Maar ik heb wel 4 petten. Eens even kijken, hoor. Eens even tellen. 1, 2, 3, 4 petten. En jullie zijn met z'n 1, 2... Ja. Drieën, hè? Ja. En één van die pitten kan ik dus niet kwijt. En ik weet niet welke het is. We moeten dus die pitten eerst allemaal even passen. Ja, ik ben de eerste, vooruit. Pietje, hier is een pit voor jou. Zit die goed? Nee hoor, niks goed. Ik zie helemaal niks. Ik zie helemaal niks. Ik kan geen bal vangen als ik niks zie. Ja, er zit wat in. Dus dat is jouw pit niet. Ik zal een andere proberen. Ja. Wat denk je van deze pit? Oh ja, die zit lekker. Die vind je hem goed? Ja. Ja. Dat is dan dat. Jij staat je goed. Jij bent de volgende. Kom hier. Kom hier. Probeer deze eens. Hoe zit die pit? Wie zei dat? Die is groot genoeg. Hallo. Hallo. Ja hoor, ik ben hier. Maar, wie ben je? Hier, Ernie, je trainer. Wie zei dat? Is het bedtijd? Ik zie niks. Misschien is de pit te groot. Oh, wie zei dat? Pit te groot? Oh, ja, vast wel. Wanneer ik zal nog een van die pitten daar proberen. Goed. Hier is er een. Hoe zit die? Hoe zit die pit? Goed. Heel goed. Staat je goed? Ben ik het? Ja. Dank je. Prima. Goed. De volgende. Ja, volgende. Ik heb mijn pit nou. Nou ben jij in de buurt. Ja, ja dan ben ik. Probeer deze eens. Oh, nee. Dat is niks hoor. Nee, die is veel te groot. Nee, daar kan ik niet mee spelen. Nee, ik zie helemaal niks. Stel je voor, deze is te groot, ja. Voor jou is hij dus ook te groot. Ja. Wat denk je van deze hier? Nou, ik hoop dat die past. Zit die goed? Oh ja, die is goed. Vind je hem goed? Ja hoor, de kleur is prima. Ja. Iedereen heeft dus nu een pet op. Ja, ja. En dan heb ik dus nog een pet. Tot straks hoor. Ja, precies jongens. We houden dus nu een pet over. Van wie zou die nou toch zijn? Die is van mij. Oh, die liet ik daar liggen.
Ja, is dat soms zo gek? Nee, het is helemaal niet gek. Het is een leuke ouwe. Ja, zet hem op. Het is best een leuke pet. Kijk uit. Ja, natuurlijk, zeg. Nou, ik vind dat je prima staat, hoor. Ja, ja, het staat... Wat doe je hier eigenlijk? Ik ben Bul de Beer, aanvoerder. En jullie garnalen moeten het vandaag tegen ons spelen. Ah. Juist, ja. Kom op, het spel begint. Ja, ik geloof dat het direct begint te regenen. Zeg, kom op, lui. Ik geloof niet dat iedereen van ons er al is. We kunnen de wedstrijd maar beter een week uitstellen. Want ik heb ook nog pijn in mijn voet. Misschien beter toch maar even nog wachten met spelen. Nog een Noortjes verhaaltje? Ja, leuk. Doe maar. Noortje collectie. Huh? Noortje collectie. Collectie? Ja. Opa gaat naar de ijskast. Collectie. Hij haalt er een mooi flesje bier uit. Er zit goud, zilver... Ja, collectie. Ja. Er zit goud, zilverpapier omheen. Collectie. Opa pakt een glas en de flesopener. Hij scheurt het zilverpapier van de fles en wipt het dopje eraf. Noortje kijkt hoe opa drinkt. Er blijft een snor van wit schuim aan zijn mond hangen. Op de tafel ligt het dopje van de fles. Er staat een mooi rood sterretje op zitten. Opa vraagt Noortje, mag ik wat vragen? Ja, wat is er, kind, zegt opa. Jij wil natuurlijk ook een flesje fris, dat was ik bijna vergeten. Nee, hoor, zegt Noortje. Ik wou alleen vragen of ik dat dopje daar mag hebben. Want dat is belangrijk. Zo. Oh. Zo, zegt opa. Oh. Is dat dopje belangrijk? Oh, waarom? Ja, zegt Noortje. Nu komt het. Want ik spaar dopjes. En die met dat sterretje heb ik nog niet. Weet je, ik maak een verzameling van allemaal andere dopjes. Die bewaar ik in mijn glazen potje. En als ik er 100 heb, zet ik mijn potje voor het raam. Dan mogen de mensen kijken. Oh ja, leuk. Wat een goed idee, zegt opa. Wat heb jij dat goed verzonnen? Misschien kan jouw potje met dopjes wel naar het museum. Dan komen nog veel meer mensen kijken. Hoeveel dopjes heb je nu al voor je verzameling? Tja. Noortje is even stil. Eigenlijk heb ik nog maar één dopje, zegt ze. Die van jou. Ja. Dit is de allereerste van mijn verzameling. Ja. Ik ben heel trots, zegt opa, dat mijn kleine dopje het begin is van zoiets groots. Maar dat wat is nou collectie? De collectie is precies hetzelfde als verzameling. Het is gewoon een ander woord. Oh. Zeg dat dan! Nou, ik zeg het toch! Zo zeg. Nou, wel te rusten, hoor. Collectie.